Vertegenwoordigers van vakbonden en vakcentrales zijn vandaag uitgebreid geïnformeerd over de rechten van de LGBT-gemeenschap. PAREA, de organisatie van gay professionals in Suriname, heeft vanmorgen samen met de vakcentrale C47 een conferentie gehouden in het CIFAS-gebouw. PAREA-voorzitter Juan Pigot gaf aan hoe belangrijk een sociaal veilig werkklimaat is voor deze groep. Verder streeft de organisatie naar maatschappelijke acceptatie en de vrijheid om jezelf als professional te zijn. Pigot legt verder uit wat het belang van de vakbonden is. Wat wij als PAREA nastreven, eigenlijk het lange termijn, de lange termijn discussie van de verklaring van Paramaribo, is dat die discussie zich op een gegeven moment gaat verplaatsen van de werkvloer naar de beleidsmakers. Want zij zijn uiteindelijk degene die gaan moeten zeggen van oké, jongens, dit is waar wij als Suriname voor staan. Wij erkennen verschillende soorten relaties, niet alleen maar de heteronormatieve relatie. Het bedrijfsleven en de vakbond kunnen dienen als trendsetter voor social change. En het bedrijfsleven en de vakbond zullen uiteindelijk de beleidsmakers duwen in de juiste richting. Pigot is bijzonder blij dat de Surinaamse bedrijven langzaam maar zeker inspelen op de LGBT-rechten. Hij gaf daarvan enkele voorbeelden. En dan heb ik hier een paar plaatjes van van advertenties die dit jaar in de krant hebben gestaan. Bijvoorbeeld het bedrijf Cimextra, een bedrijf welke pasta importeert en met Valentijnsdag voor het eerst dit jaar openlijk homoseksuele reclamemateriaal in de krant heeft geplaatst in De Ware Tijd en Times. Op onze Facebookpagina heeft deze foto meer dan 7000 views gehad. Of Kings Drankenpaleis, die nu tijdens de Pride Month ervoor heeft gekozen om LGBT billboard langs de ringweg te plaatsen. Tot zover de voorzitter van PAREA, Juan Pigot, vandaag bij een conferentie in het CIFAS-gebouw. Vertegenwoordigers van vakbonden zijn hierbij geïnformeerd over LGBT-rechten.